hij op? Geen idee of hij goed is. Boek, boek. We zijn dus hier aan het kamperen. Campingstijl. Om 5 uur begonnen de vogels al te fluiten. Wat is dat? Wat? Is het zo spannend? Geen lactose-intolerantie. Dus. Yummy! Dat ik die hemel krijg, buiten in de kou. Maar telkens weer, denk ik er komt er een bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn, weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Weet jij mij beter dan ik? Je ziet het natuurlijk altijd op tv dat mensen zo'n ding innemen. Ja, dat is dan heel raar. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik was vorige week dus zo moe, elke dag. Echt zo moe, dit gewoon til ik iets op. Het voelt als 10 kilo echt niet oké. Toen heb ik gisteren de hele dag thuis gezeten. En toen kon ik dus niet slapen vannacht. Ik ging om 10:45 slapen. Ik werd om 11:30 wakker. Om 12:00, om 12:30, om 13:00, om 15:00, om 16:30, om 17:00. En toen om 7:15. Echt niet normaal. Dus heel slecht geslapen. Maar ik ben nu gewoon een beetje moe van... Ik heb kort geslapen, maar ik ben eigenlijk niet moe. Ik ben niet moe geweest vandaag. Ik denk echt van, had ik weer een soort van virusje? Ik snap er helemaal niks van. Maar ik voel me top. Het was een goede dag. Helaas moest ik wel... Ik moet alle CITO-toetsen inhalen, want bij elke CITO was er wel iemand ziek vorige week. Ik moest veel de kinderen zelfstandig aan de slag zetten om CITO's te kunnen maken met kids. Dus dat was niet een hele leuke dag qua lesstof. Maar wel gewoon een goede dag. Net heel veel tijd moeten besteden aan mails en zo. Dus nog niks aan de rapporten kunnen doen. Dus nu 4:15. Ik ga nu naar huis fietsen. Want als ik nu hier aan de rapporten ga zitten, dan zit ik in mijn focus. En dan wordt het veel te laat. Dus dan ga ik pas naar huis. En dan ga ik daar... Even aan de rapporten, want ja, ik moet ze donderdag af hebben. Vrijdag ga ik kamperen in een tuin van familie van de jongen, de man met wie ik nu dus date. En daar heb ik heel veel zin in. En ik heb dus geregeld dat ik volgende week niet op woensdag, want ik zou woensdag vrij zijn, maar dat ik op de maandag vrij ben. Dus ik ben vrijdag, zaterdag, zondag, maandag vrij. En dan gaan we vrijdagavond, zaterdagavond daar kamperen. En dan zondag weg of zo. En dan, waarschijnlijk kan ik alleen echt niet echt wat gaan filmen. Maar dan hebben we maandag ook nog om lekker bij te komen. En daar heb ik zoveel zin in. Gewoon een mini vakantie. Echt heel leuk. Dus dat. En verder heb ik niet echt iets te melden. Waar het door komt, weet ik echt niet. Want ik heb geen specifieke reden om me goed te voelen of blij te zijn om iets. Maar ik voel me echt goed. Ik ben zo blij. Maar ik denk, waarom kan ik niet achterhalen waar het door komt dat ik dus vorige week zo moe was. En me nu weer goed voel. Ik zit lekker op de fiets, zonnetje schijnt. Ligt het daar aan? Ik voel me gewoon weer gelukkig, weet je? Gewoon, ik vind het zo balen als je zo moe bent en dat je ook niet weet waar het door komt. Ik heb even boodschappen gedaan bij Albert Heijn in Weesp. Ik dacht, ik ga gewoon naar de buurtsupermarkt. Maar ik wilde heel graag biologische tartaar halen. En dat hebben ze alleen bij de Albert Heijn. Toen was hij op. Maar ik heb hier boodschappen. Heel lekker, net deze gedronken. Deze vind ik echt heel lekker met plant-based almond. En nu fiets ik naar huis. Het is al 5:00, maar... Ik weet niet, het kan niet alleen door het zonnetje komen, maar het zonnetje helpt wel mee. Nou, ik ga weer fietsen. Ik chill in het zonnetje met... We zijn vrienden aan het worden. Hij chillt ook in mijn gang. Hey!
Net ging ik hem helemaal aaien hier op de mat. Ga je weer chillen? Oh, hi chiller. Ga je weer helemaal lekker kroelen? Zo lief. Bieder lijkt echt op Bobby, maar dan ziet hij eruit als Noah. Het chiller? Dat ging hij helemaal plat liggen op de mat. Zo cute. Vind je wel gezellig. Ga je weer rollen? Zo gaat het de hele tijd. Dan gaat ze even naar binnen, komt hier een hartje. Nu ga ik even springtouwen. Ben je jaloers? Dat ik met een poes aan het chillen ben? Boodschappen. Ik weet dus niet of deze goed zijn. Volgens mij niet, maar ze waren nummer 2,50. Dus ik dacht, ik koop ze even, want mijn koffie is bijna op. Kersen, maar ik heb blijkbaar op de fiets bijna de hele bak leeg gegeten. Dat is niet zo goed. Auw, je bent me super hard. Auw, dat vind ik niet meer aardig. Oh, dat is heel veel pijn. Voor de wok, courgette. Magerunner gehakt. Paprika, ui. Zwarte bonen, blokjes hadden ze niet, dus dan peeled tomatoes, eitjes. Dit was 1 plus 1, vond ik wel leuk om een keer te kopen. Gemmer voor de juice, 2 komkommers en maïzelf was voor mijn werk. Paprika als snack op werk en 2 van deze. Deze deed ik me wel goed. Geen idee of die goed is. Maar ik had weer even een droog shampoo nodig die je haar gewoon echt schoonmaakt en niet volume of zo geeft. Oh, en eindelijk! Ik vind het zo duur, maar deze was nu tweede halve prijs. En deze deed ik me wel heel goed dat ze niet zo snel breken. En dat was het. Dan moet ik zo agressief. Dit zijn precies die de tandarts had volgens mij. Kan je super hard mee rachen. Auw. Volgens mij had ik alleen die blauwe moeten kopen. Doe normaal. Oh ja, Katharine. En ja, voor mijn voortanden die oranje. Dat is een beetje zonde misschien. Misschien kan ik die nog omruilen. Ja. Oh, ik had net die oranje moeten doen. Gaat weer bloeden. Die blauwe zijn goed. Hij is nog niet gebroken. Stokeren jullie jongens? Ik ben benieuwd. Yes! Alle cito's zijn ingehaald. Zo de laatste nakijken, invoeren. Heel groot deel voor de rapporten is klaar. En nu moet ik alleen nog echt aan het handmatige gedeelte gaan werken. Dat ga ik zo thuis doen, want ik word zo erg afgeleid als ik hier ben. Dan ga je weer andere dingen doen. Ik moet echt rapporten knallen. Al heb ik nog, hierna nog 2 dagen. Ik wil het gewoon vandaag en morgen kunnen printen. Goeiedag, heel veel gedaan. Maar ja, ik moet even hard aan de slag. Doei. Oh. Lekker thuis. Even, ik heb dat echt nooit. Je hoort leerkrachten wel eens zeggen van ik had niet eens om te eten. Dat zorg ik altijd al voor dat dat niet zo is. Want het is gewoon belangrijk dat je eet. Maar ik ben helemaal ingestort omdat ik dus niet heb gegeten. Echt erg. Gewoon, ik was zo druk. Gewoon elk vrije moment. Dus als kinderen aan het eten zijn, een soort van vrij moment zeg maar. Heb ik gebruikt om... Dan weer even snel wat na te kijken of wat ook. In plaats van zelf te eten. Dus ik heb alleen maar droge maiswafels, 2 pakjes gegeven. Op dit moment maak ik dus mijn broodje avocado. Lekker, lekker. Ik heb heel veel zin om er mayonaise op te doen. Ik ga dan lekker een joggingbroek aantrekken. Het is ook echt regenachtig weer. Dus van dat heerlijke weer om thuis te werken. En dan ga ik gewoon knallen. Ik hoop dat ik de rapporten afkrijg. Want de CITO en de Snapit heb ik al af. Geprint. Er waren wel een aantal kinderen die nog geen rapport mee hadden en zo. Maar het meeste zit er al in. Dus dan hoef ik alleen nog maar... dat af te maken en hopelijk morgen te printen. Even mijn broodje. Ik ga een dubbele boterham doen. Stevig brood van Appie. Zal ik een keertje geen balsamico doen, maar mayo? Ja, daar heb ik zin in. Dan doe ik... Hi, Bon. Bolly is natuurlijk ook heel blij dat ik er ben. Hier heb ik echt zin in. Oh. Wel limoen of geen limoen? Ja, een beetje limoen. Waar bijna geen sap meer uitkomt. Ga ik even een kwartiertje pauze houden met dit broodje. Lekker, lekker, lekker. Oh, wat heb ik hier veel zin in. Ja, een kwartiertje pauze en dan ga ik lekker op de bank ploffen. Ik ga eerst dit opeten voordat ik mijn joggingbroek aan doe. Want ik heb te veel honger om mijn joggingbroek aan te doen. Ik moet echt eerst opeten. Oh, ik heb iets heel liefs gekregen trouwens. Als zo zielige meisje uit mijn klas die... zo stoer. Die skateboard. Die was dit weekend beeld aan het skateboarden. En toen is hij voorover. Echt. Nou, Wicked Former zie je echt skateboard. Roep, zeg maar, gevallen op de voortanden. En zo erg dat er gewoon echt 2 stukken van de voortanden af waren. Maar echt erg. En ik vond het zo stoer dat ze gewoon.
de dag erna op school kwam. Toen heeft de moeder geregeld voor haar dat ze die dag gisteren nog naar de tandarts kon. Kwam ze vandaag op school, waren de tanden gewoon alsof er niks gebeurd is. Zo fijn, maar ja, ging het even in de klas bespreken. En ging de klas rond met de kinderen met wie we buiten spelen om het te vertellen. En te vragen of ze het niet aan haar wilde vragen en zo. Dus toen, nou ja, ik weet niet, heel erg lief heb ik dus van haar. Kwam ze dit net brengen, want ze moest vanmiddag weer even naar de tandarts. Dat er nog een soort puntje aan zat. Kwam ze dit naar mij brengen. Heeft ze met de moeder dit voor mij gekocht. Als bedankje voor de steun. Terwijl dat natuurlijk meer dan logisch is. Maar dat vind ik echt, nou. Ze kwam binnen en de kinderen waren al weg. Dus ik was het bord aan het klaarmaken of zo. Ik echt zo, huh? Wat? En wat ik dus zei, wat echt fantastisch is. Is kijk. Deze past dus perfect op mijn plankje. Dus zei ik, nou, als de bloemen dood zijn. Dan kan je het vaasje nog houden. Ideaal! Dus ik ga hem zo even uitpakken, maar ik ga eerst even dit eten. Oh, ik vind dit altijd zo enger uitzien, dit holletje. Maar in ieder geval, ik was even vergeten hoe lekker dit brood is als je het roostert. Niet normaal. Dit is echt zalig. Gewoon alsof je echt in een lunchroom dit hebt gehaald. Heerlijk. Oké, koffietje, sojamelk. Die ene cupjes zijn trouwens niet goed. Er komt bijna geen koffie uit, zoals voorspeld. En aan de slag. Koken. Dit hier nou. Lekker wat zout, peper, chili en komijn erdoor. Heel lekker is dat. Als je van komijn houdt. Ik hou echt heel erg van komijn. Heerlijk. Lekker pruttelen. Lekker, gezond. Bon appetito. Wauw, hoe mooi staat deze... Oh, het is donker, maar hoe mooi staat deze kleur? Prachtig, nu ik hem eruit heb gehaald. Nou, ik wil dat jullie het kunnen zien. Hoe mooi staat dat bij die roze muur, joh. Heel erg mooi. Echt ideaal, eigenlijk precies wat ik steeds al een beetje zoek voor hier. Kijk, het is gewoon top. Heel blij mee. Superleuk. Ik weet niet eens hoe deze bloem heet. Het is super licht, ik weet het. Maar ik ga naar bed. 9 uur, ik ben moe. Doei. Het is al 5:30. Ik ben een deadline persoon. Ik was echt best wel op tijd dit keer. Met rapporten en zo. Maar toch heb ik ervoor gekozen om de laatste stap vandaag pas te doen. Waarom? Geen idee. Ik ben een deadline persoon. Dus nu het belangrijkste laatste gedeelte nalopen en in alle mapjes doen. Goedemorgen, ik ben de hele dag echt wel heel druk bezig met alles en nog wat. Ik ga nu ontbijten. Eitje à la H. Alleen met een rottedooier. Ik moet even allemaal spullen inpakken voor het kamperen. Moest mijn haar wassen. Ik ben aan het schoonmaken, opruimen, bestellingen maken, dingen voor werk doen, bla bla bla. Dan heb ik deze inpakken. Die heb ik voor de baby gekocht. Ik zie er echt verschrikkelijk moe uit. Ik ben ook een beetje moe, dus dat is een klein beetje malen. Maar komt goed. Nou, de koffer is bijna klaar. Ik heb tijdschrift, boek. Dan heb ik, weet dus helemaal niet, dat genoeg voor zekerheid een jurkje mee. Voor met een panty, met blauwe spijkerjurkje, met spijkerbroekje met een wit topje, een groen blouseje, wit blouseje en wit t-shirt. Dat heb je al vaker gezien, die outfits. En mijn zwarte sportlegging, dit jasje met een zwart hemdje. Ik heb namelijk echt geen idee wat ik daar ga doen en aan moet. Riem voor bij het jurkje, nog een zwart blouseje voor op de legging. Pyjama's, panty. Ja, ik laat het niet helemaal zien, want je ziet het toch wel als ik het aantrek. Je kent het allemaal, het is allemaal niet nieuw. Washand, zo'n hammamdoek, 2 handdoeken, haarborstel. 3 keer slaapondergoed, 3 keer overdag ondergoed.
Oogmasker, sokken en allemaal toiletspullen en mijn ding voor een camera. En dat is het eigenlijk. Ja. Ik ga even heel snel de laatste bestellingen voor dit weekend maken. Oh, uiteindelijk toch weer tijdstress. We zijn dus hier aan het kamperen. In de tuin van zijn nicht. En die hebben dus een heel grote tuin. En hier wordt een huis gebouwd en zo. En dit is onze tent. Hier zijn dus nog meer tenten. Morgen komen er nog meer mensen. En het is echt heel gezellig. Echt heel leuk. Echt heel leuk. Vet lekker. Dit is dus echt mijn lievelingseten. Pasta met vers pesto. En salade caprese. Wat is dit? Dat is... En wil je die ook op de vlog? Wil jij op de vlog? En ik heb hier prosecco. Mooi kleurtje. Heel mooi. Ik vind dit zo lekker, maar ik krijg er buikpijn van. Oh my god, het is echt al 2:30. Ik heb niet zoveel gefilmd natuurlijk, en dat is een beetje lastig, maar het is zo mooi hier en zo gezellig. We zitten de hele avond met muziek en drankjes en nu mag ik lekker hier binnen douchen, dat is wel chill. En ik heb hier dus allemaal spullen en dan ga ik hier mijn pyjama aantrekken. Ik heb alleen geen badjas of zo bij me, maar het is dus vet koud nu. En de hele tent is helemaal nat van de condens of zo. Dus ik had eigenlijk een badjas moeten meenemen, maar ik ben gewoon geen kampeerder. Dus ik ga gewoon mijn pyjamaatje aandoen en dan heel snel naar de tent rennen. Campingstijl. Ja, oké, okay, goedemorgen jongens. Kijk, zo, ik vind het dus heel lekker om wakker te worden in de natuur. Echt top. Goedemorgen jongens. Ik heb best wel oké, zeg maar, geslapen. Ik slaap alleen veel te kort, want ik ging om 2:00 naar bed. En toen kwam hij pas om 4:00. En toen ging hij pas om 6:00 slapen. En toen om 5:00 begonnen de vogels al te fluiten. En vanaf 7:30 ongeveer kook je helemaal weg in de tent. Dus ik denk dat ik ongeveer 2,5 uur heb geslapen. Maar ik vind het wel prima, omdat je dus zo mooi wakker wordt in de natuur en zo vind ik het wel leuk. Ik vind het heel leuk. Ik denk als je gewoon om 10:00 gaat slapen en gewoon 8 uur pakt, dat je echt top slaapt. Ik vond het, zeg maar, qua slapen zelf, viel het me allemaal echt reuze mee. Alleen was het een beetje vochtig, maar ik vond het niet koud. Dus je moet gewoon eigenlijk niet te laat naar bed gaan, want dan in de ochtend kan je echt niet uitslapen. Maar ik weet niet, ik vind het niet erg om moe te zijn als je in de natuur wakker wordt. Ik vind het wel chill. Lekker. Het was ontbijten. Mag je stemmen hoor? Iets van 30 of zo. Ja? Oké. Okay. Iets van 30 of zo was het, denk ik. Lekker. Alles moet weg. Oh, wat erg. Waar hadden jullie het nou besteld? Dat is waar. Ze hebben dus besteld bij ATZ Barbecue en het is dan €15 per persoon en daarvoor hebben we echt allemaal sauzen. Deze sauzen. Ik ben tegen mijn camera aan het praten. Nee, je mag wel blijven staan. En dit brood staat er ook bij, maar ook echt heel lekker brood. Kijk. Heel veel zin in. Fruitsalades. Wow, lekker. Jeetje. Tonijnsalade, bietensalade, waldorfsalade. Oh, heel lekker. En... kijk, hier zitten we dan de hele dag. Het is echt niet normaal. Goede vibes, echt geweldig. Hier is nog steeds onze tent. Oh, mag ik even de schalen filmen? Jeetje. Ja, die loopt gewoon rechtstreeks door hoor. Die hebben het al getraind. Hier is de barbecue. Mag ik jouw handen filmen? Ja. Oké. Okay. Wat is dat? Halloumi. Super lekker. Super lekker. Het is echt heel leuk hier. Echt helemaal happy. Kijk, oh, nu kan ik het even laten zien. Er is niemand. We zijn dus aan het shuttelen. Daar is een jacuzzi, daar ga ik vanavond in. Douche. Hier zaten we gisteravond, gaan we straks ook weer zitten. Het is echt, nou, het is echt geweldig. Maar zie je wat ik bedoel? Dat dit de enige is die niet glimt? Dat is grappig. En nu zit de voice-over er ook bij. Wil jij lekker gaan spoelen? Nou, nou. Zo, daar is ze hoor. Jeetje jongens. Oh, ik ben zo kapot. Het was echt fantastisch. Het was niet normaal. Het is echt geweldig. Maar ik ben zo ontzettend moe. Dus ben ik een tijdje niet geweest dit. Hé hey, liefie. Ik ben dus 2 nachtjes weg. Hé, ik moet eten. Niet in de hongerstaking gaan. Omdat ik er niet was. 2 nachtjes daar dus geweest. Het was echt super leuk. Maar veel te kort geslapen. Qua hoe goed ik heb geslapen is nog best oké. Okay, alleen... mijn keel doet er zoveel pijn. Ik ben gewoon heel gevoelig voor vocht en kou. Hij is nu eventjes langs huis. Ik ben langs de supermarkt gegaan. Want ik wist niet of we hier nog naartoe zouden gaan. Maar ik heb helemaal niks in huis. En ik haal altijd lekker eten. Dus ik heb voor of vanavond of morgen barbecue'tje.
met salade caprese en het andere is weer spring rolls. Oh, Sean heeft helemaal niks gebruikt, joh, van wat ik in huis had. Is er allemaal nog. Sean heeft op deze gepast. Kijk, ik heb hier echt allemaal... Ik ga even alles uitruimen, in de was gooien en dan even powernappen. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, het stinkt super erg deze. Hij wordt ook veel minder goed zacht, lijkt het. Is hij goed nu? Denk het niet hoor. Ze hadden dat andere merk niet, toch, bij Jumbo? Jij was super blij dat je dat gevonden. Ja. Misschien moet het water heter bij deze. Nee, deze wordt gewoon niet doorzichtig. Eeuw! Deze wordt niet doorzichtig. Ik zag net zo te lachen. Daar heb ik dus zoveel keelpijn. Vieze oude vent. Wow, ziet er lekker uit. Ga je zonder vermicelli noedels doen? Misschien wel. Echt? Deze zijn beter dan die vorige, heb ik het idee. Ja, dit ziet er super lekker. De kijkers hadden gezegd, eerst de zijkanten omflappen. Ja, ik geloof dan eerst die kant, toch? Heel ander rijstpapier. Lijkt ook wel groter. Stinkt. Ja, ik hoop wel dat hij lekker is. In cool water. Wat? Wat? Let the rice paper soak in cool water for a very little while and lay the sheets in a humid kitchen towel. Maar dit is als we hem gaan frituren, dat doen wij niet. Op dit plaatje zie je ook geen niet gefrituurde. Lekker zwemmen. Ja. Maar mensen vonden het heel leuk om die spring rolls te zien. Heel veel gingen dat ook maken. Echt leuk. Ja. Ziet er super lekker uit, hè? Het ziet er gewoon uit alsof het niet lekker is, dat papier. Nee. Nee. Als het maar niet zo smaakt, want dan zijn we echt alle ingrediënten aan het verpesten nu. Als het echt naar poep smaakt, het ruikt naar poep. Maar in principe spoel je waarschijnlijk de stank eraf in het water, hoor. Het water verversen misschien. We kunnen er beter gewoon lekker een bol van maken. Dat is super zonde. Als er poep smaakt. Oké, ik vind het prima. Het gaat mij heel erg zinken. We kunnen het raam openzetten. Proberen. Oké, ik heb zonnebloemolie. En het mannetje. Spannend. Super groot. Wil je het niet hiermee doen? Hier opleggen. Hij is super groot. Wat zo spannend. Het is hier de mango. En oh, wow. Super vet. Nou, dat ziet er echt goed uit. Eerlijk. Wow, yo. Ik vind het wel cool dit eigenlijk. Het ziet er super nice uit. En ik hou gewoon niet zo van vet. Jij ook niet. Zullen we het verkopen langs de straat? 3 euro. Ik denk dat het echt heel lekker is. Ik denk dat we nu echt gaan denken van wow, we hebben echt iets heel lekkers gemaakt. Zullen we die ander ook doen? Misschien hebben we nu gewoon een concept bedacht, hè? Worden we echt wereldberoemd omdat we dus echt een supergoed iets hebben gecreëerd. Het ziet er in ieder geval heel lekker uit. Als ik dit zou krijgen in een restaurant en je vertelt er een goed verhaal bij, dan heb je me. Het is net tempura. Het kan niet anders dan dat het echt super lekker is. Kijk uit. Maar zo nieuwsgierig. Het is raar, want er zit komkommer en er zit een rare vulling voor frituur. Het grappige is dat de vulling helemaal niet verwarmd lijkt. Maar er is niks veranderd aan de substantie. De vulling is gewoon raar. Maar dat crunchy is wel echt heel lekker. En daar word je heel snel misselijk van. Het heeft wel wat hoor. Maar waarschijnlijk is dit gewoon het allerlekkers met alleen maar noedels en groenten. En niet met avocado of pinda's. Denk ik. Pinda's denk ik niet. Die pinda vind ik niet chill. Ik vind het best wel lekker eigenlijk. Maar hier zitten al pinda's in. Ik kan ze wel even eruit halen. Want een echte lumpia is ook gewoon kip, cap, groente. Toch? Mm-hmm. Maar ik wil er echt wel nog wel in. Super lekker, ziet eruit. Heel vet. Wow. Dan is misschien het vet net niet heet genoeg. Als je dit zou halen bij zo'n foodtruck. Stel je bent in het buitenland op een festival. Je hebt een foodtruck en je krijgt dit. Ziet er super lekker uit. Ja, het is echt heel vet. Niet lekker, zeg maar, zo vet.
Wel een lekker leuk experiment. Maar heel veel mensen vinden dat wel lekker, hè? Veel kijkers denken dus dat ik niet van vet hou omdat ik niet dik wil worden. Maar ik vind het gewoon echt niet lekker. Als het zo heel vet is. Ja. Je wordt er gewoon snel misselijk van. Heel benieuwd of de kijkers hier dus tips voor hebben, want we zijn dit dus nu aan het frituren. Waarom zijn deze zo anders dan die we laatst hadden? Let me know. Die is heel goed gelukt, maar ik snap niet, hoe kan het, dat hoe groter ik ze maak, hoe minder die scheurt. Begrijp het niet. Die van jou waren super dun. Die er nu hierna aankomt, die is heel goed gelukt. Ik vind het cool. Hallo, wij zitten op het strand. Bij de berg. Super chill. We zitten nu hier, we hebben een barbecue. Brood. Ananas. Kruidenboter. Ouwe en pesto kaas. En dan dit voor piña colada. Ik heb dit keer ook gecondenseerde kokosmelk erbij, dat hoort er ook nog bij. En heel lekker. Dit. Hallo mensen. Super moe nog steeds, maar wel een lekker dagje. We gaan nu even een barbecue nog doen voordat het weg gaat. We hebben dit. En dit. Gewoon op het overloopje met de vuilniszak. Deze mogen nog een beetje rood van binnen volgens mij. Bizar. Wat een verschil met de pan. Ja, het is goed dat je hem eraf hebt gehaald. Mega lekker. Zo wil ik elke dag eten. Ik wil alles op de barbecue gewoon. Wauw. Dit is echt een goede leven. Zo erg genieten dit. Zo, hij is weg. Het was zo leuk. Ik ben zo gelukkig. Hij ook. Het is echt, we hebben het zo tof samen. We hebben het zo leuk. Het hele weekend. Nou, 4 dagen samen. Zo leuk gehad. Zo jammer dat het voorbij is. We waren echt eigenlijk helemaal verrot. Door het kamperen. Maar het maakt gewoon niet uit. Eerste nacht ging ik om 2 uur naar de tent. Hij kwam pas om 4 uur. Uiteindelijk ging ik om 6 uur slapen. 4:45 begonnen de vogels al te fluiten. We waren om 7 uur. Ik heb misschien 2 uur geslapen. Hij 1 uur. Nou, dag erna overlevingsmodus, dat gaat dan wel. Dag daarna, volgens mij van 2 tot 6 wel geslapen, prima. Maar toen heb ik dus in dat huis van zijn nicht geslapen, waar geen ramen zijn. Want ik vond het in die kleine tent toch een beetje krap. Ik dacht, nou, daar stond een opblaasbed, ik ga daar liggen. Zoveel keelpijn. Gisteren dacht ik echt, ik word ziek. Toen dacht ik, ik moet me gaan ziek melden, dat vind ik heel naar. Dus van, hoi, ik heb gekampeerd en ik ben ziek. Super drukke week. Toen hebben we... Gisteren gingen we om 10:30 slapen. We gingen uiteindelijk 11:30 uit bed. Terwijl hij slaapt nooit uit. Ik vind het moeilijk. Oordop in, doekje op onze ogen. Gewoon sowieso 12 uur slaap gepakt. En pas vanaf 10 uur 's ochtends voelde ik van oké, ik word misschien niet ziek. Je kunt ziek worden echt eruit slapen. Daar geloof ik echt heilig in. Nou, vandaag op het strand voelden we echt van oh, we storten helemaal in. Toen wilden we nog barbecue. We zeggen we gaan naar huis, we storten in. Toen dacht hij, ik ga lekker naar huis. Vroeg naar bed, toen zei ik, kom, we gaan toch nog even barbecuen. Nou, toen hadden we weer zo'n chille vibe, zo aan het genieten, zo gelukkig. En nu is 8:30 is hij weg en dan ga ik even nog hier een beetje opruimen. En eventjes mijn beelden inladen. Ik heb natuurlijk niet veel gefilmd het weekend, maar toch wat. Zodat jullie toch een sfeerimpressie hebben en ik een herinnering heb. En ik ben zo gelukkig, vrijdag. Ja, we zijn gewoon 4 dagen samen geweest. Wauw, het was zo leuk. En heel misschien gaan we dus over 2 weken weer kamperen. En dat is dan net de start van mijn vakantie. Nu heb ik een hele drukke week. Heel druk. Morgenochtend begint het dan met tijdens gym. Moet ik met kinderen uit groep 8 iets doen voor de bonte avond digitale versie. In de middag heb ik 2 MDO's, telefonisch overleggen. Woensdag afscheid van de conciërge onder schooltijd, na schooltijd. Ik moet echt vroeg naar bed en ik hoop gewoon dat ik morgen beter ben. En dan komt het wel goed. Ik kan me niet voorstellen dat ik nu nog ziek ga worden. Maar ik heb ook gewoon zoveel zon gehad. Ik moet gewoon even lekker nu slapen, uitrusten. Mijn haar heb ik vanochtend al gewassen. Maar ik ben zo gelukkig en hij ook. En we nemen afscheid en we denken gewoon allebei van jeetje, wat hebben we het goed samen. Het is het leven goed. Het is zo leuk jongens, ik ben zo blij. En ook nu dat hij weg is, ik ben alsnog, weet je. Ik zie hem pas weer. Het is nu maandag, ik zie hem volgende week vrijdag. Maar het is oké. Ja, deze week ga ik er niet heen, want ik heb gewoon een hele drukke week. Hij ook. Maar
Ja, ik ben gewoon helemaal gelukkig. Hoe verrot ik me ook voel. Ik hoop gewoon dat ik lekker goed slaap, sowieso wel. En morgen weer lekker de oude ben. Ik bedoel, hallo, ik heb voor het eerst echt gekampeerd. Ik heb 1 keer met Ruben gekampeerd. Tel ik niet helemaal mee, ook al was het wel echt kamperen eigenlijk. Maar oké, het is mijn 2e keer kamperen. En hij survived, dus. Ik ga lekker opruimen en ik spreek jullie. Dan ga ik de vlog hierbij afsluiten. Het was echt een superleuk weekend. Ik hoop dat je de vlog ook leuk vond. Doe dan even je duimpje omhoog. Let gezellig mee in de comments. En ik zie je graag op Instagram of bij een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken. Doei!